het magische uur van 12, wanneer de klok 12 slaat, dan beginnen ze eraan, de heren van Arsenal. En ja. Koffie is daarbij brood nodig, blijkbaar. Het is gewoon omdat ik niks anders gevonden heb. En om nu al zo... niet lang gezocht dan. Ik heb het zo ongelooflijk lang zo, dat is wel waar. En om nu al zo in een drank te vliegen, het is een stom idee, stom idee. Zeg, zesde keer werchter, vijfde plaats. Ja. Het is een beetje naar thuis komen voor jullie ondertussen, hè? Wacht, ik ga echt iets tof zeggen nu. Wat ik daarnet aan dacht was van, waarom ben ik niet zo zenuwachtig als andere jaren? Want dus elk jaar is er zo'n bus en de Werchter komt dichter en dan ontstaat er zoiets. Werchter. En we worden zo zenuwachtig. En nu dacht ik van, nu heb ik dat niet. En dat is door dat WK. Dat WK neemt zoveel over. Dus al de bus gaat naar WK. Werchter is gewoon iets die nu gebeurt. Ja. Maar het is het WK. Eigenlijk waar we allemaal aan denken. Het enige wat ertoe doet. Eigenlijk het enige wat ertoe doet is het WK. Ja. Wat klopt, hè? Het is fantastisch, hè? Het is echt super. Maar Werchter is nu iets die gebeurt. Dus... ja. Volgens mij heeft het ook veel mee te maken met de vorige passage. Dat we zo... voor ons persoonlijk zo'n beetje een dieptepunt is geweest. Dat is niet een dieptepunt. Een van de weinige keer dat ik van een podium kwam en dat ik zeg, ik ben aan het praten. Jij moet beleefd zijn. Ik spreek en die dinges moet bij mij blijven. Ik bepaal dus wel wie, ik ben de moderator. Zeg wat dat het dieptepunt was. Dit interview. Vertel maar verder. En dat is zo... geen dieptepunt. Ja, nee, voor mij was dat persoonlijk een dieptepunt. Dit is de eerste keer dat ik van een podium kwam dat ik dacht van, het is tijd om iets anders te doen. Ja. Omdat, dat was precies niet onze setting. Wij moesten precies niet daar staan op dat moment. We hebben keihard gevochten om daar te staan. We hebben keihard gevochten en het is een beetje een lost battle geworden. Ja. En nu heeft zoiets van, we hebben die lost battle gehad, er kan eigenlijk niks meer fout gaan. Ja. We zitten terug in onze... in de tent. In onze habitat, dat we goed zijn, dat we sterk zijn. Dus vandaar ook dat er veel minder stress is. Ja. Dat is geen dieptepunt. Het ging ons hoogtepunt zijn. Ja. En dat was het niet. En daar was echt wel zo van... zo'n deflation van... van, oh fuck, dit had echt zo moeten weten. De main stage. Afsluit. Je wilt altijd in het donker spelen. Elke Belg wilt. Weet dat. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen. Deus die dat kan zo echt zo headlinen. Wij waren niet echt headliners, wij waren post-headliners naar de Kings of Leon. Maar het was in het donker, we konden heel onze lichtshow meebrengen. Het had moeten fantastisch zijn. In een jaar die ook fantastisch was voor ons. Ja. Absoluut, ja, vijf keer de AB dan ook nog eens. Het lijkt dat toch niet zo tof te zijn, omdat je ziet het volk niet. En opeens begin je ook te merken dat Arsenal dat volk nodig heeft. En dat wij eigenlijk, ja, dat volk moeten zien. Dat die actie is superbelangrijk. Ja. Absoluut. Dus we hebben dat wel geleerd. En dus daarom de barn. We kijken er echt wel naar uit. Omdat... we spelen eigenlijk nooit meer in het donker. Ja. Het moet altijd nog een beetje licht zijn. Licht buiten zo. Ja. Maar ja, 12 uur s'nachts, dan is het toch wel vrij donker, denk ik. Zeker in een tent. Gaat straks wel zien. En hebben we extra lichten meegenomen? De zon gaat schijnen. Ja. Laat ons hopen dat het een nieuw hoogtepunt wordt. John, Hendrik, bedankt en veel plezier vanavond. Dank je wel.